Boven gehaald, want zondag kan je op het Gordelfestival ook gaan fietsen natuurlijk. Er staat onder meer een culturele fietstocht op het programma en die ga ik vandaag uitproberen. Ik doe er graag nog een schepje bovenop, want daarna ga ik op bezoek in het Felix de Boek Museum. Eddy, goedemiddag. Dag Lisbeth, hallo. Het is bijna zover, hè? Het is inderdaad bijna zover. Een ganse zomer hebben we overal het Gordelfestival proberen in de regio bekend te maken, maar zondag is onze topdag, 7 september, het Gordelfestival, ja. De grote apotheose. Ja, de topdag met heel wat activiteiten. Inderdaad, ja. Ik ben zelf met de fiets gekomen vandaag, we gaan straks ook nog wat fietsen. Gaan we doen. Wat is belangrijk, hè, voor jullie, voor VZ de Rand, het Gordelfestival? Het is belangrijk voor VZ de Rand, het is belangrijk voor de regio, denk ik, want de Groene Gordel, laat ons wel wezen, is een prachtige regio, maar toch nog wat te weinig bekend bij heel veel mensen. Vandaar het Gordelfestival, om die toeristisch, cultureel, sportief op de kaart te zetten. En hoe kunnen we dat beter doen dan door de mensen te laten bewegen, te laten nieuwe dingen ontdekken in die gordel en door ook onze gemeenschapscentra van de VZW de Rand toch in de kijker te zetten. En hoe kan dat Nederlandstalige karakter dan gestimuleerd worden door iets als het Gordelfestival? Wel, het Gordelfestival wil bovenal een kwalitatief evenement zijn dat opgezet wordt door Vlaamse organisatoren. Dus dat betekent dat heel onze uitstraling en al onze culturele animatie toch Nederlandstalig is. Maar dat neemt niet weg dat we toch wel graag gebruik maken van de gelegenheid om ook anderstaligen, als ze zin hebben, ook welkom te heten op die dag, op zondag. Op zondag, al wandelend of al fietsend, ben jij een fietser? Eigenlijk wel. Nu moet ik wel toegeven dat ik liefst op vlakke terreinen fiets. Oei. Dus in deze regio kan dat nogal eens tegenvallen. Maar goed, 30 kilometer culturele fietstocht is toch echt wel te doen voor iedereen, denk ik. Dus ook voor ons. Voor. Zeker voor ons. Oké, dan zijn we weg. Oké, prima. Want je hebt een tip, hè, onderweg. Ja, hier in Wezenbeek-Koppum is een prachtig pleintje, het Sint-Pietersplein met de Sint-Pieterskerk. Een van de stopplaatsen op de culturele fietstocht, dus laten we eens kijken. Oh, dat is goed. Oké. Moeten we daar naar rechts, denk ik. Voilà. Sint-Pietersplein, dat is dan Sint-Pieterskerk, waar we dus 7 september met z'n allen binnen een kijkje kunnen gaan nemen. En beluisteren ook, want er staat een prachtig gerestaureerd orgel, dat ook de ganse dag door om het uur zal bespeeld worden. Ik vermoed zelfs dat de mensen tot boven aan het klavier zullen kunnen een kijkje gaan nemen, om echt er iets van korter bij te zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. En ik heb hier op het pleintje ook al een pottenbakster gezien, hè? Goed gezien, inderdaad. Daar, vlak bij de kerk, is Veronique actief. Dat is een pottenbakster die hier haar atelier heeft en die ook akkoord is om op 7 september haar atelier open te stellen, zodanig dat volwassenen zowel als kinderen daar kunnen in de praktijk zien hoe potten gebakken worden. Voilà, dat is al 1 stop, eigenlijk 2. Klopt, en wat de mensen zeker zondag moeten meemaken is de stop op het Leonardkruispunt. Ah, daar wil ik zeker een naam die tot de verbeelding spreekt, niet altijd in positieve zin, maar zondag kijkje gaan nemen. Oké. Ja, je ziet het goed. Ik sta aan het Leonardkruispunt, want ook dat is zondag een stop op die culturele fietstocht. Je kan hier namelijk onderdoor via de tunnel doorfietsen. En zondag zal er veel meer te doen zijn, ook theater en zo, want weet je wel waar de naam Leonardkruispunt vandaan komt? Heeft niks te maken met een belangrijke man, en ik ga je nog niet alle details vertellen. Het heeft wel alles te maken met een eenvoudige woonwagenbewoner die hier beneden woonde en illegaal drank verkocht. Van de stops nu zondag op de culturele fietstochten, dat is hier, het Spaans huis in het park van Tervuren. Dat is vroeger een molenhuis met een watermolen voor de hertogen en nu kan je er heerlijk iets eten en drinken. Het is een beschermd gebouw dat onlangs is gerenoveerd, dus zeker de moeite waard.
Als je nog niet de kans hebt gehad om het Felix de Boek Museum te bezoeken, dan kan dat ook zondag op die slotdag van het Gordelfestival. Maar als je het wel al hebt gezien, laat dat je er vooral niet van weerhouden om toch langs te komen. Want hier valt dan eigenlijk zoveel meer te doen, dingen die hier anders niet plaatsvinden. Maar we hopen wel dat dat vanaf nu wel deel is van het aanbod dat steeds terug gaat komen. Felix inspireert, is onze slogan. Ja. En Felix inspireert zowel een werking rond het museale als ook rond het natuur- en leefmilieuaspect. Felix Boek was een boer, schilder. En dat zijn dus twee elementen die aan bod komen met zijn werk. Enerzijds, aan de andere kant ook, gaan we zaken doen zoals bijvoorbeeld pizza's bakken met de kruiden uit de kruidentuin van Felix de Boek. Appels uit de appelboomgaard die hier aanwezig is. Als ook ponyritjes door de boomgaard. Mm-hmm. En we gaan ook absoluut inzetten op muziek en vertier. En de Catnetband komt, wat toch een apotheose is voor een kindervriendelijke dag. Het is ook heel duidelijk, bijna 20 jaar na de dood van Felix de Boek, dat jullie hem zo weer tot leven willen wekken. Wij willen hem inderdaad als figuur terug tot leven wekken, specifiek voor dus de werking rond kinderen, rond educatie. We willen dagvullende programma's maken voor zowel kunst als eco-educatie. En daar leent de figuur van Felix de Boek zich extreem goed voor. We staan in de boomgaard van Felix de Boek. En Bob, jij hebt hier echt jeugdherinneringen aan, hè? Want je hebt Felix de Boek zelf in levende lijven nog gekend vroeger. Ja. Wel, we vinden hij in de Regenbos, niet ver van Maan, op de Grote Baan. Ja. En toen mijn jongste zus geboren was, ja, die moest melk hebben. En dan kwamen wij dagelijks met kreksken melk allebei bij de hoeve van Felix de Boek. En wat voor iemand was hij? Oh, dat was een hele vriendelijke mens. Een beetje teruggetrokken, terughoudend zo'n beetje. Maar heel vriendelijk en zeker met de kinderen. Ja? Ja, het was altijd. Als wij dus bij hem hier kwamen in een boomgaard, dan gebeurde het dan een keer. Dan zei hij, kom mee onder zijn boom. En dan trok hem bij ons van die appeltjes af. Van die klein roze appeltjes. En we kregen dan meestal zo'n 2 appeltjes. En deed hij met zijn mes open. Oké, ik heb wel zijn mes bij het af. Ja. Hij steed als dus zo een stuk verzien. Want als ze goed rijp waren, dan moesten die helemaal roos weer van binnen, die appeltjes. Ah ja, die hebben we nog even gestegen. Dus die zijn een beetje nog te groen. Mogen eens proeven, hè? Mogen proeven, maar ze zijn nog niet rijp volgens mij. Nee, ze zijn nog zuur. Zuur. En als kleine jongen de boomgaard, oké, dat is één iets. Dat zijn kunst. Was je daarmee bezig? Merkte je daar iets van? Ja, toch wel. Ja. Want dikwijls was ze met mijn pa om te discussiëren over schilderen. Want onze pa was schuilhoofd, maar dat schilderde ook een beetje. En dan gaf man een keer raad aan onze pa. Ik zou dat zo doen. Die portretten van haar die zijn heel goed, maar je moet dat in Terre de Sien Brûlée doen of zoiets. Dat was de kleuren dat hem dan opnoemde. En ik vond dat wel heel plezant. Dus wij stonden erbij als klein gastetjes natuurlijk. En dat grote mens Felix bij ons. Maar dat is heel sympathiek. En ik moet zeggen, ik heb me altijd een goede herinnering gehad aan een Felix boek. Voilà, ik heb vandaag gefietst in het groen en aan cultuur gedaan. En dat kan jij ook allemaal doen. Nu zondag op de topdag van het Gordelfestival. Morgen ga ik opnieuw gordelen, dan trek ik de stad in. Ik ga naar Vilvoorde, want Vilvoorde is dit jaar de focusgemeente. Tot morgen.